vandaag weer een nieuwe video. En ik had een poll gemaakt op Instagram en Twitter vragend aan jullie of jullie een kersteditie van Dit Moet Je Horen zouden willen zien. En jullie zeiden ja, dus dat gaan we vandaag doen. Yay! Kijk, mijn kerstboom is nog niet echt heel erg kersterig, want we hebben hem nog niet echt goed opgezet. Maar ik dacht, yay, top setting. Sneeuw en een kerstboom. Pentatonics met Tori Kelly. Being Alone at Christmas. Ik vind het wel echt een leuk nummer, ja. Being alone at Christmas doesn't have to be a message. Ja, er zijn mensen die een relatie hebben en heerlijk samen kerst samen vieren, wat super leuk is. En je viert dat natuurlijk altijd ook al met familie en zo. Maar als je single bent en kerst alleen viert, is dat gewoon prima. Dus ik kan alleen maar zo gaan doen, jongens. Dit is echt het meest moederlijke dansmove ever. Maar Chris Brown is gewoon goeie. Oh, het sneeuwt gewoon. Ik heb ook echt de meest kerstoutfit ever aan, maar jullie zien dat niet. Oh. Ah, ik ben niet zo lenig. Ja. Yeah. Iedereen vindt het nummer leuk. Santa, tell me if you're really there. Ik, ja. Ik ben dus single. Ik ben wel heel benieuwd hoe het is om kerst te vieren met iemand waar je verliefd op bent. Verliefd op bent. Ik kan niet zo zingen. En dit is een beetje een classic, waar Dean Martin must appreciate Dean Martin. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ah, deze is ook leuk. Ik weet nooit wat ze precies zingen, maar dat maakt niet uit. Maar Feliz Navidad is waarschijnlijk Merry Christmas. Feliz Navidad. Nee, ik had originele. Deze doen we altijd denken aan Home Alone. In die poppenscène. Also me. Alles van Michael Bublé gerelateerd aan kerst is de best. It's beginning to look a lot like Christmas. Yes! This is my fave. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. I'm
Laat me natuurlijk in de comments weten welk kerstnummer jouw favoriet is. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen, te abonneren alvast, want volgende week, zondag om 2 uur, komt er een hele leuke video online. Over kerst natuurlijk, maar 3 hele leuke jongens. Dus die moeten jullie niet missen. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!